Hallo, dit is het spel Minecraft en in dit spel bouw ik het huis, de tempel en waarschijnlijk een groot deel van het dorp met de molen na. Het huis van de boeken van de Orde van de Lotus. Dit is een introductievideootje zodat jullie mee kunnen kijken met wat ik allemaal zo ongeveer doe en meemaak en wat ik allemaal wil. Links van mij mijn aardehuis. Dat is natuurlijk een grote grap, want ik heb hem gewoon uitgegraven uit de aarde. En ik heb hem eerst opgebouwd met aarde en langzamerhand verstevigd met steen en glas ingedaan en van alles. En ik neem jullie graag even mee naar binnen. Mijn hekje. Dit is de deur, die heb ik even opengelaten. Nou. Hier verblijf ik dus voor het grootste deelte. Dat is mijn bed. Daar kom ik mee goed de nacht door. En ik heb er flink veel ramen in gemaakt, zodat ik goed kan zien of de zon ondergaat en of het nacht wordt of wat dan ook. Nou, dit is mijn oventje. Hierin bak ik bijvoorbeeld glas. Het glas wat ik nodig heb voor de glazen bol. Even kijken. En dit is mijn werkbank. Hierin kan ik van alles en nog wat maken als ik dat nodig heb. Bijvoorbeeld een stenen pik of een stenen houweel. Dat doe ik op deze manier. Daar heb ik stokjes van nodig. Ik heb niet alles nodig, dus ik haal niet alles eruit. Die stokjes die kan ik er weer zo in doen. Nee, ik doe hem van steen. Want als ik gewoon dingen wil delven, dan vind ik het een beetje zonde om mijn ijzeren houweel te gebruiken. Dus dan doe ik het gewoon zo. Oké, nou, hier heb ik in een lijstje heb ik mijn eerste blok obsidiaan opgehangen. Dat heb ik gedolven uit de lava door water overheen te gooien. En dat heeft me zoveel moeite gekost om dat voor elkaar te krijgen. Dat ik mijn allereerste blok heb tentoongesteld. Nou, dit is gewoon een bloemetje, omdat ik bloemetjes leuker vind dan een schilderijtje. Verder is het een redelijk kaal huis. Op de muur heb ik wel wat steensoorten uitgeprobeerd om te kijken hoe het eruit ziet. En nou ja, ik kan ze uit de grond halen en ik kan ze dus polijsten. En ik heb hier de gepolijste versies van graniet, dioriet en andoriet of zoiets in die richting. Hier heb ik mijn opslagkisten. Hier heb ik van alles en nog wat in gedaan, zoals eieren. Ik heb ergens namelijk een kip rondlopen. Die laat meestal vrij. Er komt ook regelmatig even een varkentje op visite. Nou, en dat is gewoon heel gezellig. Dat geknorren de hele tijd. Ik heb dus echt al van alles en nog wat. Wol heb ik bij elkaar. Ik heb een bootje bijvoorbeeld. Ik heb brood gemaakt. Ik heb dit nodig om boeken van te maken. Ik heb helaas ook het velletje van de koeien nodig om boeken van te maken. Ik heb diamanten, zodat ik een enchanting tafel kan maken, zodat ik mijn wapens en dingen kan bezweren, zodat ze niet zo snel stuk gaan of dat ik wat sterker ben. Want ik speel namelijk in de survival mode, dit spel hier, en in deze serie. En dat betekent dat ik continu word belaagd door allerlei monsters en zo. En dat, daar heb ik voor gekozen, omdat ik ook wel een klein beetje uitdaging wil hebben dat als ik gewoon iets voor elkaar krijg, ja, dat ik het gewoon heb gered. Het betekent wel dat ik tot nu toe heel erg vaak ben doodgegaan en mijn spullen ben kwijtgeraakt. En als ik het dus gewoon in mijn inventaris hou, hier al, ja, dan is alles in één keer weg. Of ik moet, als ik geluk heb, op tijd zijn om een aantal spullen weer gewoon terug te halen. Nou ja, dat is het wel zo'n beetje. Hier heb ik nog een blok zand. Dat kan ik nog even bij in de oven gooien. Dat is op zich wel goed om te doen. Hij gaat nu niet verder, want ik heb er geen kool meer in. Ik heb hier zelfs helemaal geen kool, maar ik heb wel 17 glasblokken. Ga ik even kijken of ik hier nog kool in heb zitten. Hier heb ik, even kijken, dat is ook geen kool. Dat is gewoon zo'n soort plupje, maar dan helemaal zwart. Ga ik kijken of ik hier in heb zitten. Hier heb ik het ook helemaal niet meer in zitten. Dat betekent dus dat ik nieuwe kool moet gaan halen. En dat is het verschil met de creatieve modus. Als ik het in de creative mode doe,
Ja, dan heb ik alles voor handen. Dan hoef ik eigenlijk maar rechts te klikken en ik kan gewoon kiezen wat ik wil. Nou, daar ga ik zeker ook filmpjes van maken. En daar ben ik op dit moment bezig met het voorhuis te maken. Wat ik hier doe, mijn armor stand. Wat ik hier doe is het uittesten van hoe de tempel eruit komt. Want het maken van de glazen bol en hoe de tempel eruit ziet, dat vond ik toch best wel een belangrijk stukje. Ik ga nu naar de eerste tempel toe. Die zie je hier in de verte. Daar heb ik al wel foto's van op Facebook geplaatst. Hier kan je het zien. Ik heb hier een kist. Daar zit wat in. Hier heb ik wel kool in zitten, dus dat haal ik eruit. Hier heb ik kwartsblokken. Daar wil ik de binnenkant mee bekleden. En daar wil ik ook het voorhuis mee doen aan de binnenkant. Omdat het er mooi glad uitziet. Het is mooier dan wol, wat ik zeg maar hier heb. Het ziet er veel strakker uit. Ik ga jullie nu meenemen de eerste tempel in. Deze heeft één deur en dat heeft als reden dat deze een oneven... ik moet er wel in kunnen komen natuurlijk. Even achteruit. Springen. Deze heeft een oneven aantal in de omtrek. Het lijkt hier een beetje rond van binnen, maar aan de buitenkant zit wel een punt. Want het is van 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoeken, zoals de tempel is beschreven in de boeken. Alleen aan de binnenkant is dat gewoon niet zo'n mooi gezicht als je dat weghaalt. Ik kan het wel even laten zien. Dan haal ik het even weg. En dan zie je dat het toch weinig uitmaakt. Want ja, ik heb hier dan ook een houweel. Ik kan natuurlijk dit weghalen. En dan moet ik even de blokken pakken. En dan, ja, jullie mogen mij dan ook wel gaan vertellen wat jullie dan eigenlijk mooier vinden. Zo. Of jullie het dan mooier vinden om daar, daar, daar. Dan kun je mij vertellen wat je dan mooier vindt. Of je dit mooier vindt. Of dat je hem afgerond mooier vindt. Nou, hier komt dus de glazen bol op. Ik heb al een tweede tempel gemaakt. Die even is. Want in de boeken heeft de tempel heeft twee deuren. En ik vind het toch ook wel mooier, wat breder dan twee deuren. Want er wordt dan verteld dat de wachters aan allebei de kanten van de deuren staan. Ieder bij een deur staan en die min of meer open houden. Of de doorgang verlenen aan de monniken. Als ze hun maanceremonie gaan uitoefenen. Daar in de verte. Daar heb ik de tweede tempel neergezet. Deze zit een heel stuk lager. Deze blijft hier niet staan, want de tempel wordt in principe op dat stuk ingebouwd. En dan is dit de grond van het voorhuis. En in de creative mode hebben we dus net de funderingen neergelegd. En dat is heel erg handig, want dan heb ik mooi alle maten voor handen. En dan kan ik ook gelijk zien hoe het uitpakt. Even naar boven. Hier heb ik dus vier blokken. Ik had hem eerst ook op vier zwarte wolblokken neergezet. Ja, je hebt toch iets van verlichting nodig. En dan heb ik er glowstone in gedaan om te kijken hoe dat zit. En ondertussen ben ik ook bezig geweest met kijken van hoe pakt dat uit met het glas. Dus daar ga ik nu op dit moment niet mee bezig. Ik wil wel even het glas weer inzetten. Dit heb ik verder niet nodig. Dit heb ik misschien straks toch nog wel nodig. Ja. Deze doe ik hier ook in. Voor het geval dat je wol. Hier zie je dus ook de binnenkant bekleed met wol. Nou, het is gewoon niet zo'n mooie strakke textuur. Dus ja. Hier zie je dat de avondzon al zit te kleuren. Hier kun je het nog beter zien. Ah, het is echt prachtig. De zons ondergang. Het betekent voor mij wel dat het voor mij slimmer is om zo snel mogelijk naar huis te gaan, zodat ik kan gaan slapen. Want meestal in de nacht kom ik van alles en nog wat aan monsters tegen die het op mij voorzien hebben.
En spinnen en zombies. Dit is kinderachtig, maar zombies. Die kan ik dan nog wel aan. De skeletten, er lopen ook skeletten rond met bogen. Die schieten altijd. Die zijn een heel stuk lastiger. En dan heb je ook nog creepers. Dat zijn een soort groene wezens op vier poten die langzamerhand voortkruipen. Daar in de verte zie ik al een spin. Daar achter zag ik hier met die rode ogen. Dat is een spin. Nou ja, goed, die creepers die heb ik nog niet helemaal door hoe ik die exact moet aanpakken. En die blazen me dus continu op. Daar komt dus ook de gunpowder vandaan. Dus, nou, voor nu duik ik mijn bedje weer in. En als jullie het leuk gevonden hebben, nou, laat het me dan maar weten. Welterusten voor mij en bedankt voor jullie. Dag!